Goede avond, beste kijkers. Om bij een vermoedelijke misdaad de schuldigen op te sporen, zijn er in de criminologie verschillende manieren van aanpak en benadering. Naast het onderzoeken van indicaties en het ondervragen van getuigen, stelden reeds de Romeinen de eenvoudige vraag, qui bono? Dat wil zeggen, voor wie is het nuttig, of anders uitgedrukt, wie heeft er baat bij? In deze uitzending hoort u in samenhang met het neerstorten van de MH17 in Oost-Oekraïne enkele meldingen die ons werden toegezonden. Dus we kunnen ons de vraag stellen wie heeft baat bij het neerstorten van de MH17. We belichten mogelijke motieven. Hier eerst de ons toegezonden meldingen. Ten eerste, de website flightaware.com geeft luchtvaartenthousiastelingen de mogelijkheid om vluchten en posities live te volgen. Daarom laten ze vluchtroutes van afzonderlijke lijnvluchten prachtig afbeelden op kaarten. FlightAware.com toont voor iedereen controleerbaar aan dat vlucht MH17, in tegenstelling tot de 10 voorafgaande vluchten, werd omgeleid via het oorlogsgebied. Malaysian Airlines berichtte bovendien dat de piloten van het ramptoestel uitgerekend op die dag door de Oekraïense luchtverkeersleiding werd opgedragen de vlieghoogte te verlagen met een halve kilometer. Ten tweede, de Amerikaanse ex-brigadegeneraal Kevin Ryan, nu directeur van de gerenommeerde Amerikaanse elite-universiteit Harvard, zei het volgende: het is onwaarschijnlijk dat pro-Russische separatisten de controle hebben bereikt over een dermate hoog ontwikkeld wapensysteem en dat dan ook nog gebruiken voor het neerschieten van een passagiersvliegtuig. Men heeft heel veel training nodig en een groot aantal coördinaten om een dergelijke raket af te vuren en überhaupt iets te treffen. Dit is niet het soort wapen dat enkele heerschappen snel uit een garage rijden en afvuren, voegde hij eraan toe. Ten derde, indien het vliegtuig werd getroffen door een grondluchtraket SAM van het type Buk, dan zou het al op grote hoogte bijna helemaal vernietigd zijn door een veelvoud van vrijgekomen projectielen en in veel kleine brokstukken wijdverspreid op de grond zijn terechtgekomen. De toestand van de wrakdelen en de lijken op de plaats van het neerstorten tonen eerder aan dat het vliegtuig bijna intact tegen de grond is geslagen. Dit duidt eerder op een conventioneel neerschieten door een jachtvliegtuig, waarbij het vliegtuig vluchtonbekwaam werd gemaakt. Andrei Kartapolov, chef van de operatieve hoofdafdeling bij de generale staf van het Russische leger, berichtte dat volgens radargegevens de MH17 kort voor het neerstorten werd begeleid door een Oekraïns jachtvliegtuig Sukhoi Su-25. De Sukhoi zou het passagiersvliegtuig heel zeker kunnen treffen met haar boordwapens. Radar- of infraroodgegevens van een SAM-raket daarentegen kunnen nog Amerikanen nog Russen aantonen. Ten slotte de vraag, wie heeft baat bij het neerstorten van de MH17? We hebben in onze afgelopen uitzendingen duidelijk aangetoond dat de VS hierbij ondersteund door bewijsbaar valse verklaringen van de westerse media intensief werkt naar een grotere escalatie met Rusland. Met het oog op deze doelstelling schijnt het onopgehelderde vliegtuigongeluk hierbij een welkome aanleiding te zijn voor de westerse media. Voor hen schijnt de schuldige zonneklaar vast te staan. Ze hetsen de Europese volken in toenemende mate heel emotioneel op tegen Rusland. De Britse Daily Mail schreef op de voorpagina van haar zaterdaguitgave: Poetin heeft mijn zoon gedood. De Daily Express beweert vast, Poetin heeft het vliegtuig laten ontploffen. En de Sun schreef zelfs, Poetins plunderaars beroven Britse slachtoffers. De Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse kranten lieten hetzelfde geluid horen. De Oost-Oekraïnse vrijheidsstrijders daarentegen schijnen geen begrijpelijk motief te hebben om een passagiersvliegtuig neer te schieten. Rusland eveneens niet en schreeft ook niemand de schuld. In plaats daarvan stelt Rusland 10 constructieve vragen ter opheldering van de ramp. Men mag benieuwd zijn naar de antwoorden. We houden u op de hoogte. Tot ziens.